We zijn hier voor een prachtige fotoshoot voor de Linda. En daarvoor zijn we helemaal naar Ibiza gevlogen. Naar dit prachtige oord. En daar maken we een hele toffe fotoshoot. Modeshoot. Met mij. Ik was nog nooit op Ibiza geweest. Dit is mijn eerste keer Ibiza. En ja, ik weet niet hoe ik dit kan overtreffen. Want ik zit nu denk ik in het allermooiste huis van Ibiza, op de allermooiste plek van Ibiza, denk ik. Maar ik heb morgen vrij, dus dan hoop ik nog iets meer van het eiland te zien. We zijn hier op Villa Rissa, op deze onwaarschijnlijk mooie plek. En ja, dit is een droom om hier te zijn. Nou, ik ben sinds mijn 18e al op tv, dus ik hoop dat mijn kledingstijl wel een beetje veranderd is in de loop der jaren. Nou ja, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel met mode. Of tenminste, ik heb kleren en die draag ik en ik denk dat ik er modieus uitzie. Maar ik ben nu aangekleed door Anja voor deze fantastische fotoshoot. En ja, er zit wel een verschil tussen mijn kleding en deze kleding. Dit is wel echt een modeshoot. Maar ik kan dit gewoon zelf niet. Hier heb ik gewoon hulp bij nodig. En nou ja, in dit geval is dat Anja Koops. Maar misschien is wel mijn grootste modeblunder dat ik niet zoveel durf. Dat ik een beetje weinig lef heb. Dat ik altijd wel weer terugval op mijn spijkerbroek en mijn t-shirtje. Ja. Mijn worst nightmare op de rode loper is dat mijn borst eruit hangt. Ik kan heel veel dingen indenken, maar echt één zo'n borst eruit, dat zou ik echt, echt heel kut vinden. Ja, ik vond het geweldig hier. Dit moet ik even uitleggen aan de mensen. Je bent hier maar best wel kort. Maar de dagen dat je hier bent met dit weer en met dit team zo'n toffe shoot te mogen doen. Ja, dan voel je eigenlijk, wat ik al eerder zei, de grootste geluksvogel ooit. Ja, dit zijn echte krenten uit de pap. En ik kom heel graag nog een keer terug naar Ibiza.